Oh, scherpe bocht hier. Nee, dat kan niet wel. Oh, tegen de stoeprand. Nee. Nee, ik ben ingehaald. Ik kwam tegen de stoeprand. Maar Mike is ook gecrashed. Oh. Oh. Oh, mijn god. Yo mensen, Jaraski hier. Welkom bij natuurlijk weer een nieuwe GTA 5 online video hier op mijn kanaal Rassen Gaming. Vandaag gaan wij verschillende races doen met dit RCXD'tje. Oftewel gewoon op afstand bestuurbaar autootje. En ik ben benieuwd hoe dit gaat. Dus vind je het dan leuk? Ram dat natuurlijk zo'n keihard op lijn op. Zou ik super doof vinden. Oh, ik zit hier ook samen met je boy Rijn de Bakker en heel veel kijkers. Hey. Dus goedendag. Hoi. Hoi. En ik, dit is lachen, jongen, dat ik zweer het je. Snel, jongen. Ja, hij stuurt echt super scherp. Oh, en hij is echt redelijk snel, hoor. Je moet hier nu een parkour race mee kunnen doen. Oh, ja, je moet hier je eigen race mee kunnen maken. Dan kan je helemaal lachen, ja, maar een parkour race, dat werkt bijna niet, hoor. Je stuurt echt heel snel. Ja, maar dat is wel weer komisch. Oh, ik stuur te snel, ik ben gecrashed. Dit is lachen, ja, jongen. En alles lijkt ook zo groot nu, omdat het karretje natuurlijk zo klein is. Ja. Oh, iemand beukte bijna tegen me aan. Ho, ho, ho! Oh, die bocht kan je snel nemen, die U-bocht. Ja, maar dan moet je wel goed sturen als je die bocht snel wil nemen. Ik lig gewoon eerste, maat. Ik lig eerste! Oh my god, als ik dit kan volhouden, ik ga echt lachen. Het zijn twee laps, by the way. Dus we moeten het zo meteen nog een keer doen allemaal. Die mannetjes zijn je auto, naar links. Oh, ik ben de weg kwijt, wacht. Oh, je moet hier helemaal achterdoor, joh. Ik kom hier nooit. Oh, dit is vet. Je moet helemaal die hangar doorheen, dus let goed op dat je goed rijdt. Oh, scherp bochie. Het leek echt of dat je echt snel aan het rijden bent. Hij gaat ook snel, hij gaat echt snel dit karretje. Ik heb hem getest natuurlijk. De ene supercar. Oh, nee, nee, een supercar wint er wel van. Dat zal wat zijn, joh. Oh, oké, okay, we zijn weer van het vliegveld af, hoor. Dus een stukje rechtdoor. Ik denk dat we hier zo meteen ook moeten gaan springen, als ik eerlijk ben. Er zit hier namelijk een schansje, dat weet ik. Oh. Oh, we hoeven niet te springen, we rijden langs. Alright, is goed. Dan is dit de weg naar de finish. Maar het ergste is, er komt nog lap 2. En nu is het wel zo, dat we natuurlijk de weg kennen. Maar ik ben niet de enige die de weg kent, want de personen achter me kennen het ook allemaal. Maar ik lig eerst, Ryan. Hoeveel lig jij? Een 9e. Oei. Laten we een turtle slide in. Een turtle slide. Oh, hij rijdt verkeerd. Degene die eerst staat rijdt verkeerd. Ik ben bij lap 2. Oeh. Bent wel kom maar, jongen. Oh, ik ben het water in gereden. Oh, echt? Ja, dan zijn je geen 9e meer. Nee. Dat 10e. Kijk, ik heb hem door. Ik heb door hoe die karretje stuurt. Hé, je rijdt aan de andere kant van de dek. Ja. Yo. Ik heb nu door hoe die stuurt. Ik vind het echt lachen, jongen. Volgens mij reed ik echt ver achter. Ja, best wel een stukje, ja. Oh, ik ga op 2 wielen door de bocht! Ik ging op 2 wielen door de bocht, holy knetter! Ja, dat ding is echt gevoelig, hoor. Zo! Ja, maar ik hou ervan van dit karretje. Oh nee, ik moet tegen jullie in gaan rijden. Pas op! Pas op, dank je, dank je. Alles onder controle. Oh, nee, ik ben tegen een hek aan! Nee, ik ben tegen een hek aan gereden! Oh, dit is jammer. Nu gaat mijn eerste plek gewoon weg hier. Ik kan hem denk ik nog wel inhalen. I got this. I got this. Alles onder controle. Heb jij vroeger ook op afstand een bestuurbaar autootje gehad, Ryan? Ik heb het nu nog. Echt? Ja. Oh! Ik ben tegen een barricade gereden. Ja, wie is ik heb er helaas... Ja, ik heb nog wel een heel klein op afstand bestuurbaar auto. Die gaat echt 2 km per uur of zo. Ik heb echt één dat echt snel gaat. Echt? Ja. Ja, dat is wel gaaf. Maar die dingen waren duur. Ik denk dat ik zo'n echt 150 of 200 euro heb betaald. Ja, die zijn heel duur. Die gaan wel snel, hoor. Ja, dat is wel gaaf. Alleen, als je echt knijterhard ergens tegenaan botst, dan is die ook gewoon kapot. Ja. Dus dat is natuurlijk wel zonde. Maar ik vind het ook altijd leuk, hoor. Maar toen ik klein was vroeger, had ik dan zeg maar zo eentje van 10 euro of zo. Ja. Die ging niet zo snel. Maar als het regende buiten, wou ik altijd testen. Ik kan niet door de plas. Ja, het is altijd leuk om daarmee te gassen, jongen. Je hebt ook van die karretjes, er zit een camera op en dan kan je gewoon heel sneaky overal doorheen rijden. Ja, dan maar je kan alles zien gewoon wat er gewoon de camera zelf opzetten. Ja. Gewoon met plakband of zo'n statief op schroeven. Ja, precies, precies. Ik baal er wel van dat ik nu op dit moment tweede A derde lig.
Waarom en dat hier de finish is. Ik word tweede, ik heb hem ingehaald. Ik sneed gekaard die bocht af. Oeh! Nou, ik heb wel mijn eerste plek opgegeven. Dat kwam natuurlijk omdat ik twee keer was gecrashed. Nou, kan gebeuren. Helaas, pindakaas. Maar ondanks dat ben ik nog wel tweede geworden. Dus ik vind het nog mooi. En jij bent, Ryan? Elfde. Oh! Elfde. Ja, maak er maar een twaalfde waarschijnlijk van. Oh, nee, je wordt wel elfde. Ik finish niet eens. Ik finish niet eens. Nou, je hebt nu wel even kunnen oefenen met Archie. Ja. Dus ja, we gaan wel door naar de tweede race. En dan heb je nu onder controle en dan kan je nu een betere plek halen, ja? Nou, ik hoop het in ieder geval. Oké, ik hou je eraan in ieder geval. Ik geloof in je. Dus wij gaan door naar race 2. Race nummer 2 gaat van start. Dit is letterlijk één, ja, niet eens rondje. Want we rijden van het ene puntje naar het andere puntje en that's it. Dus ik heb ook geen idee waar we uit gaan komen. Maar dat gaat vast en zeker wel goed komen. Oh God, Ryan? We zijn al begonnen. Ja, we zijn begonnen, Ryan. Ik weet niet waar je bent. Ik zat iets te kijken. Uh-oh. En ik dacht dat hij nog aan het aftellen was. Nee, ik ben al rustig van de berg af aan het rijden, gelukkig. Ja, ik lig eerste, alweer. Dus ik moet het nu niet verpesten, want dat heb ik in de vorige race ook gedaan. Maar dit gaat wel goed komen zo. Lekkere snelheid naar beneden toe. Oh, ben gecrashed. Oh, we gaan door de villawijk. Oké, dan. I got this. Echt? Ik ben wel blij dat er geen auto's rijden. Dat is wel een pluspuntje. De stoeprand gewoon niet op. Nee, je moet wel op de weg blijven. De stoeprandjes moet je niet pakken, want dan gaat het fout. Ik lig ver eerst. Hoe kan dat nou, joh? Wat zijn ze achter me aan het doen dan? Pieter. Oh, scherpe bocht hier. Nee, dat kan niet wel. Oh, tegen de stoeprand. Nee! Nee, ik ben ingehaald. Ik kwam tegen de stoeprand. Maar Mike is ook gecrashed. Oh! Oh! Oh, mijn god! Ik kreeg een ongelukje altijd in de stoeprand. Ja, nee, dat moet je niet doen. Ik knalde nu ook per ongeluk tegenaan. Maar daardoor ben ik nu wel mijn eerste plek kwijt. Dat vind ik een beetje jammer. Kom op, rijd door, Arsie. Hij kan zo scherp sturen naar dit ding. Oh. Dat slaat ook wel nergens op. Oh, ik ga de berg in! Oh, wat? Oh! Ik ben bovenop de berg! Nee! Nee, nu lig ik... Nee! Nee, hij doet... Nee! Beste staai. Ja, zesde nu. Oh, ik ben echt alle kanten daar. Oh mijn god. Ik sta achtste nu. Dit ding stuurt zo ontzettend scherp. Ja, dat is weer wat minder. Toe de rijdt hier. Oppas. Oh mijn god. Oh. Oh, aan de kant. Aan de kant, gamer. Aan de kant. Ik sta achtste nu, joh. Het ging goed, alleen er stond iemand vol midden op de weg gewoon. Ja, ondanks dat die karretje zo klein is, knal je alsnog vol tegen elkaar aan ook. Was het een blauwe Jan die je beukte? Nee, niemand beukt me, maar iedereen crasht gewoon automatisch. Oh. Scherpe bocht. Oké, die gaat goed, die ging goed. Oh, die ging lekker. Oké, nice. Oh nee, dat was de stoeprand! Ik knal vol tegen de stoeprand aan! Het is ook lekker donker hier, hoor. Het is midden in de nacht dat we dit doen. Ja, dan rijden er ook geen auto's natuurlijk. Ik lig zesde nu. Alleen degene die vijfde ligt, ligt echt ver voor me. En degene die vierde, derde, tweede, eerste ligt natuurlijk dan ook. Het is wel een 4x4 truck. Waar ik al aan de stoeprand wil. Nee! Maar het is wel de kleinste 4x4 truck die ik ooit in mijn leven heb gezien. Ja. Sappige manbanaan die rijdt voor me. Oh, weet je wat we eens moesten doen, hè? Gewoon zo'n autootje naast de monster truck zetten. Ja. Nou, weet je wat ik wel één keer heb gezien? Toen reed ik op de snelweg. En er reed een vrachtwagen. Echt een hele, hele grote vrachtwagen. En weet je wat die vervoerde? Een panto. Nee. Zo'n speelgoedgrasmaaiertje achter op zijn trailer. En hij had hem helemaal vastgemaakt met allemaal touwen en alles. Gewoon zo'n heel klein tractortje. Of zo'n mega vrachtwagen gewoon op de snelweg. Nou, ik kwam niet meer bij in de auto, jongen. Ik vond dat zo mooi. Oei, oei, oei. Maar ja, jij bent niet echt op een hoge plek geëindigd, of wel? Laatste. Ene laatste, je hebt hem ingehaald. Ene laatste. Ja, ene laatste. Nou, dan heb je nog één keer de kans om op een hoge plek te eindigen. In de laatste race. De laatste race die gaat van start. Het zijn weer twee laps hier over in de Rotterdamse haven. Nee, grapje. Dit is de Amerikaanse haven. Dus succes. Je bent gestart, hè, Ryan? Ja, ik sta al eerst. Oké. Goed zo. Goed bij. Oh, pas op. Kijk uit.
Oh, kijk uit, kijk uit, kijk uit. We moeten hier naar rechts, hè? Nee, sommige mensen rijden rechtdoor. Sommige mensen rijden rechtdoor. Ja, oh, mijn god. Ja, ja. Ja, maar ik deed niks. Ik deed niks. Nee, jij moet oppassen waar je rijdt. Zo tegen een container aan. Gaat hij mij de schuld geven? Jongen. Ja, echt waar. Roze. Ah, jongen. Nieuw. Ik lig eerste. Nou, ik lig weer al laatste. Echt? Echt, oh, ik moet over jullie heen springen. Hey, Ryan! Oh. Ja. Ik geloof in je dat je hoog kan eindigen. Kom op, hè. Maak het waar. Oh. Oei. Dat ging ook maar net goed. Sorry, Mike. Het spijt me. Ik beukte iemand echt opzij, joh. Het is wel fijn dat Karretje gaat steeds weer gewoon op zijn bandjes. Dus ook al faal je een beetje, dan komt hij toch wel weer overeind. Dus dat is wel een voordeel met al het gebeuk. Dan crash je weer nog. Binnenbocht pakken. Door, ja, je moet echt gewoon overal ook de binnenbochtjes pakken. Alleen niet de stoeprandjes. Ja, dat ga je best niet doen. Oh, twee man gecrashed. Nee, ik ben bij lap 2. Daar gaan we. Ik had een clean lap. Zo. Ondanks dat ik mensen had aangetikt en had gebeukt. Daar heeft niemand het meer over. Hop, sprongetje. Kom op, ik moet eerste worden. Ik kan dit. Ik heb vroeger heel veel met op afstand bestuurbare autootjes gespeeld. Nu wil ik het bewijzen ook in GTA. Oh nee. Hier weer naar links. Hier weer naar rechts. Ik vind dit echt leuk. Je moet een kleine Formule 1 wagentjes inbrengen. Ja. Of een mini. Of gewoon een echte Formule 1 auto. Wat dacht je daarvan? Van mij mogen ze echt wel gewoon van die hele rare voertuigen erin gooien. Ja. Alleen als ze maar niet een paar miljoen kost, want als je dit op afstand bestuurbaar autootje wil kopen, dan ben je ook 3 miljoen kwijt ongeveer. Ja. Dus dat is enorm veel geld voor in GTA. Maar, het is wel leuk. Oh. Pas op. Ik leer nog steeds eerste, hè? Ik ben een hogere plek aan het halen. Goed zo. Ik ben me aan het concentreren, want als ik één foutje maak, dan haalt iedereen me in. Oh. En ik weet dat hier de finish... Nee! Nee! Voor de finish! Oh! Oh, Mike die remde voor me af. Ja, oké. Ik was officieel niet eerste. Maar Mike remde voor me af en nu zijn we wel eerste geworden. Dankjewel, Mike. Dankjewel. Ik ben gewoon eerste, ja. Hij remde helemaal niet af. Ik ben gewoon eerste. Oh, nee. Oh, ben je gecrashed? Ja, ik stond vijfde. Oh, ja, dat is helaas. Dat is jammer. Je moet niet ergens tegenaan knallen. Ik faalde letterlijk. In de allerlaatste bocht mogelijk. Oh. En jij ook zo te zien. Ja, want hier is de finish. Ik sta 11e alweer. Wat ik voor de finish door weer mensen inhaal. Echt? Ja, of 6 mensen zo. Nou, iedereen is gefinished. En dat waren ook de 3 races voor vandaag. Gewoon puur omdat het kan even met het RC-karretje natuurlijk. Ik vond het leuk. Als jullie het ook leuk vonden. Ram natuurlijk zijn skyline op lijn op zak super doof vinden. Vergeet natuurlijk niet te abonneren voor meer. En hopelijk ook weer zoals altijd. Tot de volgende keer. Yo. Bye bye.